Ik wil met mijn ontwerpen, alles wat ik maak, wil ik eigenlijk mensen en natuur dichter bij elkaar brengen. En dat wil ik omdat het goed voelt en omdat het vaak gezonder is en ook vaak heel mooi. Hoi, ik ben Jan. Ik ben ook Jan. Ja. Voorop of achterop? Doe me voorop, is gezellig. Ja? Ja. Oké, hoe doe ik dit? Ja, zo. Ja? Eén hand daar. Woe! Ja, rustig zitten. Ja? En goed vasthouden. Ah. Nou, dat mag. Als je het echt over technologie hebt, dat mensen zoveel worden afgeleid. En aan de ene kant helpt het ons enorm, want het maakt de wereld echt wel sneller. En de wereld komt eigenlijk dichter bij elkaar op een bepaalde manier. Maar eigenlijk het intieme zie ik daardoor wel een beetje terrein verliezen. En daar probeer ik met mijn ontwerpen wat aan te doen. Ja, ja. Zo. Nou, ik heb een mooi restaurant ontworpen waar je ook een klepje in een tafel hebt. En in dat klepje kan je dus je smartphone neerleggen. Zodat je klepje dicht en dan even een goed gesprek tussen jou en je partner. Of misschien wel gewoon voor jezelf. Even tijd voor jou alleen. Kijk, als je op een gegeven moment wat gevraagd wordt en iemand je geeft iemand antwoord. En iemand anders zit ondertussen, die hoort een telefoon, een dingetje en die zit te kijken wat er aan de hand is. Nou, dan vind ik het gesprek niet meer zo leuk als dat iemand aandachtig aan het luisteren is. En gewoon tijd neemt om naar je antwoord te luisteren of naar het goed gesprek. En misschien dat er wel mensen zijn die heel snel kunnen schakelen of die het inmiddels zo getraind zijn dat ze dat wel kunnen. Maar ik kan het niet en ik weet zeker dat er nog heel veel andere mensen zijn die dat gewoon niet kunnen.